Nou mensen, zo hebben wij net in onze praktijk mensen met eetproblemen. Maar ook op het gebied van seks komen mensen bij ons. Of als ze problemen hebben op het werk. Momenteel hebben we een heel lastig geval in onze praktijk. Die man denkt dat hij humoristisch is. Maar dat denken wij toch anders over. We hebben een hele lange sessie met hem gehad. En hebben hem geadviseerd om met het accountantswerk te stoppen. Ja. Hij is nou in Brabant een bij een speciaalzaak begonnen. De rampentamper. Ja, Robert, misschien is het wel handig als ze een paar voorbeelden nu. Neem dan Sjaak de Mop. Die wenste de mensen op de televisie een gezond en een gezegend 1908 toe. In plek van 2008. Sjaak belde ons de andere dag meteen op om een afspraak te maken. Want hij had er toch wel zorg over, hè? Maar wij waren er al gauw achter. Sjaak die zit veel met de neus in van die oude boeken bij de historische kring. Kan dan ga je van eigen terug in de tijd. Ja mensen, en dan die zware Jan Evers. Die wenste alleen de dochter en de zoon gelukkig, nee jongen. En de kleinkindjes. Nou ja, beter de moeder dicht kunnen houden. Want ja, die hebben meteen opgebeld. En gevraagd, Jan, hoe zit dat? Jan, ook helemaal in paniek. En belde ons ook op om een afspraak te maken. Maar ook bij Jan waren wij al gauw achter het probleem. Jan had ergens in de loop der jaren een heel trauma overgehouden dat hij in de scheppersfamilie van de koude kant is. Daar praat Jan ook niet graag over. En alles wat nog met de koude kant te maken had, dan wil hij zoveel mogelijk vermijden. En daarom is hij gardien vergeten. Dan kan ik mijn Jan wel meevullen. Ja. Want het is met een familie. Zo kwam ik ook de man van Kobi Berns uit Gent bij ons. Die mensen hebben 13 kinderen. Kobi schreef ook in haar boek van Bongers en Bremen, Betuwse paradijsvogels. Ja, en die man die vroeg, zou ik ook een boek kunnen schrijven over dat wij 13 blagen hebben? Ik heb gezegd, het liep niet meer dat jij s'avonds in bed een boek leest. Maar nou wil je het over Bongers en Bremen hebben, ze gaan het boek Het Mysterie van de Kleefse Waard verfilmen. En dan kreeg ik de hoofdrol in. Want ik kom tegenwoordig heel mooi uit op die breedbeeldtelevisie. De Beverlanders zien ook nog bij ons op het spreekuur geweest. Ja, die konden niet omgaan met het succes wat ze behoord hebben met huizen bij Keerslingen. Nee. Sjaak Benders heeft dus alle stoppen er al uitgedraaid en zit alleen nog maar bij Keerslingen. Frank Hoes zie je het ook helemaal niet meer zitten, want na de kerstmaat kijk hij op de boeien van de geldkist. Piet Schrieven belde vorige week ons op of wij met een kroon op de kerstmaat wilden stoen. Ik zeg, Piet, kom geen mens maar een zakken sproten bij ons. Riet Hopperijs bakt het vlees alleen nog maar in kerstenvat. Nee joh. En Ali Bojan Lestrade belde de week naar de hand op en zei, Jan wil alleen nog maar eten bij kerstlicht. Ja, maar dat kan een tactiek zien van Jan, hè? Dan kan Ali niet zien hoeveel dat hij vreet. Frans van Doorn is nog wel ijdel op zijn eigen
En die ruikt graag lekker. Ja. Maar dan gebruikt je tegenwoordig alleen nog maar geurkersen. Je hebt een slinkman die gebruikt geen gel meer, alleen nog maar kersenvet. Ja, en dan Wim Demo. Die steekt de sigaar alleen nog maar om met een kers. En dan doet hij de kers in de boksentas, dus dan weet je het wel wat. Allemaal brandgoten in de box. En van onderen alles geschreud. Vet dat we hier naartoe gingen, heb je nog brandzalf opgenomen. En ding helemaal in verband gedraaid. Nou, dat zal op haar naast opnieken. Ja, maar je ziet het niet, zit in de box. Ja, ja, waar liep het op? Het is naar een stukje vaste was. En dan een broodje binnen geprikt met de vork en kom erop volgens. Want die man die bedoelt het goed en die wil het allemaal heel leuk doen. Maar hij had een onplakbord in de zaak hangen. Maar daar steeg geen onplakbord, maar een onplakbord. Nou, toen wij dat zagen, deden ons dat toch een beetje pijn. Op een plek waar zoveel goede en mooie Huurse teksten geschreven zijn, kun je niet zo'n fout maken. De vrouw van Wim van Gent komt deze week op bij ons. Die had een heel vreemd verhoor over dokter Curves. Ja, die was bij dokter Curves op het spreekuur gekomen. Was binnengekomen en ze zei goedemorgen dokter. Maar de dokter zat in een boek te lezen en zei alleen maar uitkleden. En keek niet op of hem bleef gewoon duur lezen. Ja, maar dokter, zei de vrouw van Wim. Uitkleden, zei hij weer zonder oor naar wat mensen schenken. Dus hij denkt, ja nou, dan zag meneer hem maar uitkleden. En geen nakend voor hem stongen. Eindelijk die kurven ze omhoog het boek en vroeg. En mevrouw van Gent, wat kwam u voor? Och dokter, zei Lucie, ik kwam eigenlijk alleen maar vragen of dat de jorde piepers weer van ons wil hebben. Maar ik denk dat wij eerstdaags Anne Jacques de Mop ook wel in de praktijk liggen. Waarom dan? Nou, ik moest laatst bij de dokter zien en daar zag ik Anne ook. En ik zeg, Anne, mama, hier trouwen, ben je ziek? Nee, joh, zei ze, ik ben niet ziek. Maar die kerel had altijd van die leuke blaadjes in de wachtkamer liggen. Maar trouw, waarom moest jij bij de huisarts? Je bent toch nooit ziek? Ik was ook niet ziek, maar ik moest wat prikken holen. Hoe heet dat ook alweer? In aantingen, vaccinaties. Vaccinaties? Jij bedoelt vaccinaties? Ja, 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 dat, ja. Zeg maar, wat was jij die van hebben? Nou, ik ben naar China geweest, naar Beijing. Oh, voor de weg. Nee, ik ben naar terug. Maar het is wel een aantal vliegen, hoor. En je weet, eigenlijk, stuurlijk gezien, dat vliegtuig zien ook niet alles. Zeg maar, wat moest je in bezien doen? Gewoon op vakantie. Ik was toen met mijn zoon. Het was een reisje van de Libelle. Je weet, het was een lezerassenreisje. Maar hoe wist je dat je leest de Libelle toch niet? Nee, maar daar had ik wel gehoord van Anne Jacques de Mop. Want die had dat gelezen bij de dokter in de wachtkamer. Ik vind trouwens een rode land in China. Er wonen geloof ik 3,5 miljard Chinezen. En ze kunnen geen van alle ries zeggen. Dat is altijd met een lijst.